toen wij daar aan het bouwen waren, toen hebben we al gezegd van we moeten die muurschildering bewaren. Alleen nu wil men daar wat gaan veranderen intern en wilden ze toch die muur gaan bewerken. Waardoor, ja, toch het, als er niet wat gebeurt, het geheel vermoedelijk verloren gaat. Daarom heb ik op mij genomen om eens uit te zoeken of ik iets verder kon komen bij hetgeen die het of gemaakt heeft. Of... En er stond een naam op van ene J. Schoenaker. Nou blijkt dus dat meneer Schoenaker in Aldenzaal woont. En die heb ik telefonisch bereikt. En ik wil proberen of ik daar met hem nog eens even over aan tafel kan om eruit te komen hoe of hij dat destijds gemaakt heeft. U hebt dat 58 jaar geleden gemaakt in Almelo, hè? Ja, en dat hebt u dus allemaal, die stukjes zijn eerst op papier geplakt? Ja, op papier geplakt, maar in spiegelbeeld. Ja, in spiegelbeeld. In spiegelbeeld, ja. En toen omgedraaid. En toen omgedraaid en toen op die wand aangebracht. Ja. Dus het echte beeld. Ja, en dan krijg je het echte beeld, ja. Ja, dat was een heel werk, hè? Dat is heel werk geweest, ja. Ik heb het uitgevoerd op een atelier in Brabant. U hebt dat gemaakt omdat u daarvoor gevraagd was? Jazeker. Ja, ja. Helemaal voor niks werk ik aan ook al. U hebt meer van dat soort werken gemaakt, hè? Ja, ik heb wel een paar meer mozaïeken, zelfs niet zoveel. Nee. Mozaïeken heb u dus niet zoveel gemaakt. Hebt u meer schilderijen gemaakt? Ja, meer glas in lood, trouwens. Oh, vooral glas in lood, ja. Voor de kerken, ja, dat... Dat is veel opdrachten. Ja, wat zouden we met dit fraaie kunstwerk kunnen doen? Nou, misschien is het een idee om eens te vragen aan de mensen in Almelo. Weten jullie een ruimte van in een gebouw waar een ruimte is van 2,80 hoog en 4,20 breed, waar we dit opnieuw zouden kunnen aanbrengen? Dus wat dat betreft, meld u alstublieft. Dank u wel. Ja, dat is veel mooier. Ja. Maar nog even terugkomen op dat andere werk. Wat denkt u? Dat ze dat van die muur kunnen afhalen of denkt u dat het onbegonnen werk is? Ja, ik denk dat het heel moeilijk is. Ja. Ik wil niet zeggen dat we er niet aan beginnen, maar als het even kan laten zitten. Als het even kan laten zitten, maar ik geloof dat dat niet tot de mogelijkheden behoort. Oh. Nou ja, daar zit er niks anders op. Als we het proberen, hè. Het is vast wel het proberen waard. Maar het is wel moeilijk.